We beginnen de week van FC Utrecht met goed nieuws. Er zijn veel Utrechters opgeroepen voor Oranje. Yassine Ayoub voor het eerst voor Jong Oranje, Romano van der Stoep voor de Nederlandse Belofte en deze Anthony Berestijn mag uitkomen voor Oranje onder 17. Mike Havenkotte heeft zich afgemeld voor Oranje onder 18 en later in deze uitzending komen we nog uitgebreid terug op dit Oranje nieuws. Het gaat goed met de geblesseerde spelers van Utrecht. Zo trainden Robin Ruiter, Adam Sarota en Cedric van der Gun buiten mee. Van der Gun mocht zelfs even met de bal trainen. Alleen de partijvorm liet hij nog aan zich voorbij gaan. Ja, nou, het gaat inderdaad de goede kant op. Zeker aangezien, oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik rond de eerste week november terug zou zijn. En als het allemaal zo doorgaat, dan kan het een stuk sneller zijn. Dan de wedstrijd tegen koploper PEC Zwolle. Benson! Nee. Goed verdedigd door Eriks. Daar is Lesman. Daar komt Klieg, daar is Drost naast. Verhoeven. Met een goede reactie. Ik denk dat wij meer hebben verdedigd dan zelf aan de bal zijn geweest. En wie de bal heeft, die kan het spel maken. En dat waren hun vandaag. Ja, je zag dat we veel moesten stoppen van ze. En het ging, gedurende de wedstrijd ging het gewoon hartstikke goed. En we maken hem ook nog in met de vrije trap. Dus ja, het ging goed. Het tweemansmuurtje staat goed. Toornstra. En de rake kopbal van Willem Jansen. En dat is de eerste tegengoal van PEC Zwolle dit seizoen. En een verrassende voorsprong van Utrecht. En wat zullen ze blij zijn met het aantrekken van Willem Jansen bij Utrecht. Het is tegen de verhouding in, maar hij is wel raak. Heb je spelervatting nodig om op voorsprong te komen. En daarna moet je gewoon veel meer het geduld bewaren en de juiste keuzes maken. En dat deden we totaal niet. Klieg, Van Polen, Klieg, Zijmak. Klieg weer, Van Polen, Benson kiest positie, maar dan komt de bal niet wel bij Drost. Drost en Verhoeven. Drost, Klieg, Benson, Nijland, geen buitenspel, Nijland! Nee, Verhoeven. Mokotjo. Klieg, Drost, terugleggen, lijkt mij op Benson. Daar is Stef Nijland dan toch met zijn doelpunt. Ja! We hadden toch die drie punten mee naar huis willen nemen. En ik denk dat je achteraf wel blij kan zijn met een punt hier. 1-1. Je weet het nog van vorig seizoen, de grote loterij. Deze week is de eerste prijs uitgereikt. Een tatoeage laten zetten met Kai Herings en Dave Bulthuis. Dit is de gelukkige. In Driebergen-Zeist werd hij onder toeziend oog van de verdedigers vereeuwigd met een tekst op zijn arm. De komende weken worden meerdere prijzen uitgereikt. Heel veel plezier voor de prijswinnaars.